Peter van der Hout van Beter Wonen, Almelo vannacht opgeschrikt door een grote brand. Jazeker, het is anders wakker worden 's ochtends als je een bericht krijgt dat een bijzonder gebouw in Almelo in brand staat. En vrij stevige brand die aan de orde was. Dus wat dat betreft ook alle reden om met heel veel materiaal hierheen te komen voor de brandweer in de regio. Ja, want het was al begonnen met de verbouwing, hè? Nieuwe appartementen komen erin. We waren begin januari begonnen om eindelijk aan de slag te gaan in de Rietmavo om hier appartementen te gaan realiseren. De aannemer was ook al gestart, de bouwhekken stonden. Dan is dit vooral een hele vervelende situatie. Wijkwethouder Anja Timmer, geschrokken? Ja, zeker. Vanmorgen toen ik opstond zag ik het natuurlijk al. En er waren foto's en filmpjes van enorm uitslaande brand met hele hoge vlammen. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje verbaasd dat de buitenkant van het pand nog zo intact is. Ja, want het ziet er zo op het eerste oog nog redelijk uit. Hè? Nou, ik heb Peter van der Houten, directeur Beter Wonen, net gesproken. En die had zelf ook wel het gevoel, het had echt nog wel veel erger kunnen zijn. Want de buitenkant staat eigenlijk grotendeels. Het dak is natuurlijk heel erg beschadigd. En er zijn natuurlijk wel, moeten nu dingen uitgezocht worden ten aanzien van veiligheid van het pand. En dan moeten onze mensen van bouw- en woningtoezicht maar goed naar kijken. Asbestinventarisatie is gedaan, dus er moet nu even gewoon heel veel werk verzet worden. Maar als ik hier zo sta, is het natuurlijk een trieste aanblik. Maar aan de buitenkant zou je niet zeggen dat het zo'n enorme brand is geweest. Op dit moment vooral eerste prioriteit zorgen voor de welzijn van mensen en zorgen dat de omgeving weer verantwoord aan de slag kan. Dat hebben we nu in de greep en we gaan nu de feiten opmaken. Wat is de situatie? Wat kunnen we? Hoe gaan we verder? En wat zijn de mogelijkheden om alsnog in dit bijzondere gebouw de appartementen te realiseren? Ja, als je de videobeelden ziet, het was een zeer felle brand. Als ik nu zo kijk, lijkt de buitenkant toch nog redelijk intact. Dat is ook mijn eerste gevoel. Toen ik vanochtend de eerste beelden zag, dacht ik van wat staat er straks nog? Als ik nu kijk wat er staat, zitten er nog veel beeldbepalende elementen in de buitengevel. Ik vind het vooral van belang dat we goed kijken wat is verantwoord om te doen. Wat zijn de mogelijkheden? Daar laten we ons graag over adviseren op korte termijn. En dan maken we ook de balans verder op. Maar ik denk dat als ik kijk naar de beelden van 3:30 vanochtend en nu, dan denk ik dat het netjes is afgelopen. Nou, afwachten wat de planning gaat worden. Wanneer zou het klaar moeten zijn? Ik heb eerder tegen mensen gezegd dat ze hier met de kerst kunnen gaan wonen. Dat was voor deze brand. En ik ga nog even geen nieuwe uitspraak doen wanneer dat weer is. Maar ik ga in elk geval zorgen dat we zo snel mogelijk wel weer aan de bak kunnen.